Wat vinden we er eigenlijk van dat we op festivals nog steeds met munten betalen en niet gewoon pinnen? Welkom bij aflevering 140 van Wat zegt het volk? Voor de gemiddelde festivalbezoeker is het normaal. Je loopt eerst het festivalterrein op om muntjes te gaan kopen, om eten en drinken te gaan kopen. Maar waarom hanteren we eigenlijk deze tussenstap? Gewoon pinnen aan de kassa is toch veel simpeler? Of misschien zit er wel veel meer achter dat je voor één muntje €3,80 betaalt. Zoals hier bij We Love the 90s. Poen, 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 poen. De een zegt geld, ander money, maar wij zeggen poen. Poen, 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 poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hebt net gepint, hè? Ja. En dan moet je muntjes kopen. Wat vind je er eigenlijk van dat je muntjes moet kopen en niet gewoon kunt pinnen aan de kassa? Oh, het maakt me eigenlijk niet uit. Dat dacht ik al. Nee, ja. Jou boeit het niet. Nee, maar weet je wat het is, hè? Nu koop je een muntje voor €3,80. Eén muntje is €3,80. Het is wel duur. Ja, toch? Ja. Wat vind je normaal, de prijs? Nee, ja, ik vind het wel duur, maar... Ja, toch? Ja. We moeten echt goed weten waar we mee bezig zijn. We gaan 25 miljard euro uitgeven hieraan. Ja, dat is gewoon geldklopperij eigenlijk. Mensen jij slaat een spijker op zijn kop. Ja, ja, mensen kopen meer munten en dan... Ik hou voor 38 euro munten, dus nu haal ik weer voor 38 euro munten. En wat drink je, water? Nee, een mixdrankje. Oh, en wat kost dat dan? 2,5 munt. En 9 euro. Ja, zoiets. Is het niet gewoon makkelijk om eigenlijk in plaats van die stomme muntjes gewoon te pinnen aan de kassa? Ah, het makkelijkste is gewoon digitaal allemaal. Je hebt heel veel festivals tegenwoordig dat het gewoon digitaal zijn. Dan werkt het gewoon vele malen beter. Wat vind je ervan dat je muntjes moet kopen? Het zou moeten om iets te drinken, denk ik. Of ja, niet? Maar zou dat ook kunnen doen dat je gewoon bestelt en je pint? Oh ja, ja. Ja, helemaal gelijk. Maar wat vind je dan beter, muntjes of pinnen? Pinnen. Ja, toch? Ja, weet je, het is per 5, die gaan wel op. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen misschien wel heel veel is, die 5. Ja. Ja, klopt, helemaal. Ja, toch? En wat vind je van de prijzen van de munten dan? Ik vind het belachelijk. En vooral, ik moet fucking 4 euro betalen om naar de wc te mogen. 4 euro? Ja. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. 4 euro? Ja, ik ben nog niet geweest. Ik doe het wel hier op de grond ergens of zo. Nou, ik zat het heel erg te overwegen om gewoon die hele muur onder te kladderen. Maar dat, Ben je er ooit in geweest? Nee. Niet doen? Nee. Nee, hè? Want? Vies. Ook dat nog? Vieze wc. Maar nou moet je dus munten kopen voor 19 euro 5 munten. Is het niet beter om iets te kopen en dan direct aan de kassa te betalen? Gewoon pinnen. Oh ja, maar dat doen ze gewoon zodat je niet weet hoeveel je uitgeeft. Ja, Nou, zij heeft nu een wc-bandje gekocht. Maar ik heb vandaag al 2 keer voor 38 euro muntjes gepakt. En het is echt zo weg. En wat wil je uitgeven totaal? Weet je dat zo? Of zit er geen limiet aan? Nou ja, er zit geen limiet aan, maar ik wil wel een leuke tijd. Zijn het biertjes voor gratis of gewoon plus duur? Wanneer zijn we in juni? Begin juli is hier in Landgraaf geweest en er waren de muntjes 47 cent voor je koper. Ja, moet nagaan. Ja. Je hebt gepint. Ja, heb ik gedaan. Wat heb je gekocht? Muntjes. Oh, ga je uitdelen? Ja, nee. Waarom niet? Waarom wel? Is het duur? Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik heb geen idee eigenlijk. Ben je ervan bewust? Ja. Ik wel in ieder geval. Wat vind je ervan? Ja, het is niet anders hè. Maar toch doe je het. Ja, maar ja, je hebt toch dorst een keer hè? Ja, wat drink je? Bier. Ja? Wijn. Wijn, lekker. Hey, maar wat heb je voor de entree betaald om hier binnen te mogen komen? Niks. Dat is €3,80, niks hè? Nee, daarom. Maar je krijgt er wel iedereen voor. Zeker. Nou zeggen mensen, 4 euro is heel veel. De entree, wat heb je voor de entree betaald? 10 euro. En jij? Ook. Nou, is toch eigenlijk niks. Wel early bird. Ja, maar dan krijg je toch een leuke artiesten voor, hè? Ja. Dat kost er toch niks bijna? Nee. Nee, dat klopt. Normaal kon je via vakantievereniging, was het bijna helemaal voor gratis. Ja. Dus ja. Je hebt heel veel muntjes gekocht, hè? Ja. Wat vind je van het muntensysteem dan? Dat vind ik helemaal niks. Nee, hè? Nee. Beetje achterhaald, toch? Ja. Waarom denk je dat dat is dan? Zodat ik ook dit opmaak. En alles wat ik in huis neem is weg. Ja. En wat heb je voor de entree betaald? Helemaal niks, want die heb ik gekregen. Dan kost het drinken toch helemaal niks. Dus het is alleen maar dit. Ja. Bijna saldo checken, of wat ben je aan doen? Ja, hè? Ja. Ja. Ik moest hem even checken. Maar luister, hè. Wat vind je van die prijzen? Hoog. Wel, hè? Ja. Maar wat drink je?
afgekorren. Hoeveel muntjes? Die zijn 2 muntjes, maar ik wil ook zo'n Viper-ding proberen. Dat is ook weer iets nieuws, denk ik. Wat kost dat aan muntjes? 2,5 muntjes. Dat is bijna 9 euro, hè? Ja. Ja, vind je dat niet veel? Jawel. Ja. Dus ik heb al van tevoren gedronken. Hey, maar even positief. Jij bent gratis binnen. Ja, je hebt leuke artiesten. Ik heb leuke artiesten. Ja, die, met leuk, die, met die, leuke mensen. Maakt dan niet veel uit, toch? Ja, nou, wat vind ik in totaal? Ja, kijk, voor mij valt nog mee. Ik zit op 23 euro, dus voor mij scheelt het. Maar ik kan me voorstellen, ik woon hier ook vlakbij in de buurt, dus ik heb al lekker veel kunnen drinken. En dit? Dat is voor de wc, daar moet je ook nog 4 euro voor betalen. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik wel een beetje belachelijk. Ik zeg net, ik kom maar voor een halve dag. Wat vind je van de prijs? Duur. Maar toch doe je het, hè? Ja, maar we drinken eerst van tevoren thuis in. Oh, je bent al een beetje dronken. Ja, daarom. Volgend jaar de wc's gratis maken. Ja, dan ga je meer drinken. Ja, dan ga ik nog meer drinken. Ik weet het niet. Het maakt jou niks uit. Jij bent niet zeiken, ik ga feest vieren. Ja. Veel plezier. Ga maar lekker genieten. Ja. Jij kan, wat denk jij dat de gemiddelde leeftijd hier is? 45. Ja? Wat denk jij? Ik denk dat het toch wel aardig wat met pensioen zijn. Nou, vind je? Arts Pop.